Waalre, donderdagavond 5 februari 10:30. Aan de Wollebergstraat zit al sinds jaar en dag een Brabants frietkot. Met de toepasselijke naam Het Houten Kietje. De eigenaar verkoopt daar al bijna 30 jaar frietjes aan de inwoners en bezoekers uit de wijde omgeving. Voor de medewerkster zit voor die dag haar werk er bijna op. Want om 11 uur gaat de frietent dicht. In het laatste half uur betekent dat vooral schoonmaken, opruimen en alles klaarmaken voor de volgende dag. Meestal is het zo vlak voor sluitingstijd ook niet meer zo druk, op een enkele klant na. Maar dit is alles behalve een klant. Mijn gelden! Ik moet meer gelden! Ik zit je hartstikke dood, hè? Ik zit je hartstikke dood! Hup naar die kassa! Kassa, kom op! Pakken dat wel! Pakken! Ik zit je hartstikke dood! Pakken! Alles! Hup, snel! Kom! Hier ben ik geld! Als een haas gaat de overvaller er vandoor. Kennelijk weet hij precies waar hij naartoe moet. Hij steekt de straat over en rent de Blokvinlaan in. Een straat waar auto's niet door kunnen vanwege de paaltjes. Terwijl de medewerkster in paniek 112 belt, gaat de overvaller er in een auto vandoor. Met een rotgang gaat het door de Blokvinlaan. Maar erg ver komen ze niet, want verderop in de straat rijden ze tegen een boom. Daarmee houdt de vlucht niet op. Want dan gaat het te voet verder en vluchten ze hier dit bosperceel in waarna we ze kwijt zijn. Maar de overval zelf is op bewakingsbeelden vastgelegd. Compleet met masker en pistool loopt de overvaller het frietkot in. De medewerkster vertelde later dat ze doodsbang was en echt dacht dat de man haar zou doodschieten. Let op de print op zijn jas en het opvallende masker. Hij is zo'n 20 tot 25 jaar, tenger en vrij klein, zo'n 1,65 meter. Hij droeg hele opvallende sportschoenen, namelijk met een knaloranje zool. Verder sprak hij met een buitenlands accent. Zegt het u iets? Heeft u een vermoeden? Laat het dan weten. Vanuit het frietkot rende de dader de straat over de Blokvinlaan in. Daar ging het verder met de auto. Dat was een grijze Renault Megane. Op de avond van de overval gestolen in Eindhoven vanaf een parkeerplaats aan de Erikastraat. De bestuurder van de grijze Megane was waarschijnlijk een negroïde jongen met een zwarte kortleren jas, een zwarte pet met het logo van de New York Yankees en, heel opvallend, een blinkende oorbel in zijn rechteroor. Denk ook even aan de combinatie van de twee daders. De jongen met het masker en de negroïde jongen met de oorbel. En dan de gestolen Renault Megane. Die moet op de avond van de overval nog ergens hebben gestaan. Misschien is er wel een rondgereden in de buurt van Eindhoven. Herinnert u zich iets over de diefstal van de auto? En nog een interessante vraag, want waarom zetten ze die auto nou juist hier tegen een boom aan? Wisten ze de weg niet? Kon die bestuurder niet goed autorijden? Of moest die toch voor iets of iemand uitwijken? Wie kan daar iets over vertellen? Alle informatie is welkom. Reageren kan via de tiplijn anoniem of via het team Nationale Criminele Inlichtingen.